Jupiter geweest. En daar hebben we de robot rondgeleid over de planeet. En toen wou hij weer naar huis. Dus we hebben hem geholpen om mee naar huis te komen. Alleen werden we steeds gedwarsboomd. Maar uiteindelijk is het wel gelukt om de slechterik te pakken. En nu kan de robot weer terug naar huis. Deze auto voor een functie? Ja, hij heeft een hele belangrijke functie vanavond. Dat is de trots. Ja. Hij mag voorop. Ja, dat is toch fantastisch voor de Renault 4. Zomer spelen is superleuk! We hebben deze week de stormbaan gedaan. We hebben nog gebuikschuift. We hebben nog een parcoursje gedaan. We hebben nog een spooktocht gedaan. Je kon allemaal spelletjes doen. Je kon worstelen. We hadden nog een toneelstukje en de bokkenrijders waren gekomen. Dat zijn de slechterikken. En verder eigenlijk niet zo heel veel. Gewoon heel veel spelletjes. Ja, ik vind het een top evenement. Ik vind het hartstikke leuk wat er allemaal voor de kinderen gedaan wordt. Moeder! En wat er allemaal georganiseerd wordt. En dat er zoveel vrijwilligers toch voor te vinden zijn. En ik denk dat het heel leuk is voor de kinderen. Het is eigenlijk een straattheater, straattoneel. Dus ja, ik vind het top geregeld. De ambtsketting van de burgemeester van Brabant was verdwenen en had een boef gedaan en die was ontsnapt uit de gevangenis. En wij moesten die terug weten te halen. En we hadden de boef gepakt en allemaal veel spelletjes gedaan. Ja, dat eigenlijk. Het was een hele leuke week. We hebben door middel van spelletjes hebben we zoveel mogelijk goudstukken verzameld. We hebben door middel van het chip hebben we de boef kunnen volgen met GPS. En zo hebben we de boef gevonden en hebben we de boef gevangen. Dat hebben we gedaan. Ja. Een speciale heilige achtergrond. Ja, dan kan je een beetje aan denken. Na 19 jaar zomerspelen en 5 jaar voorzitter heb ik al beslist om mee te stoppen. Ja, helaas. Maar je moet een keer stoppen. Maar ik denk dat het goed was geweest, is geweest. Het voelt gewoon goed. Het is tijd voor een nieuwe generatie, nieuwe mensen om daar weer mee de draad op te pakken. En dit hopelijk nog jarenlang door te zetten. Alle mensen die gekeken hebben naar de uitzendingen van Volka TV en Zomerspelen TV en ook alle filmpjes die voorbij zijn gekomen. Hartelijk dank voor het kijken. Geniet van de aflevering van morgen en heel graag tot volgend jaar. We zijn bijna allemaal compleet. De groepen kunnen even gaan zitten. Want we willen natuurlijk met z'n allen de opening van de afsluiting. En daar gaat ook het laatste groepsbochtje het krat in bij groep 3-4. 4, 3, 2, 1, 0. Zijn alle bijen van 1-2 Noorderpoort hier op het Wilhelminaplein aanwezig? Dat is het geval. Ja. En alle ruimtevaders en vadertjes, vaderinnetjes van 1-2 Heilig Hart. En alle trommen van groep 3-4. En natuurlijk alle stoere agenten van 5-6. En de bokkenrijders van groep 7-8. En uiteraard de brugklas. Een groot festijn, een week plezier voor groot en klein, de UFO in, met rood.
De bierenwijs, hier zijn we dan. En de kijkrakers die met de optocht meelopen. Inderdaad, dat mag best wel voor geapplaudisseerd worden alvast. Ja, inderdaad. De laatste groep slaat aan in de rij en kan wel doorlopen. Alle kinderen hebben ook hun allermooiste outfit aangetrokken. Want natuurlijk, er staan duiven. Ja. Naartoe, Fee? Ik heb geen idee. Ik denk dat ze een beetje verlegen is. Maar Fee, kom op, wat gaan we nou doen? Het is vrijdagavond. Vrijdagavond is de kampvuuravond. En met het kampvuur gaan we een groot vuur maken. Fantastische week geweest. Het weer heeft niet altijd meegezeten. Ze hebben ontzettend genoten. De hoeveelheid foto's waarvan ik heb gehoord bij de groep 3-4 met de grote enge man die bang was voor fruit, van alle kinderen die in hun bed lagen met allemaal fruit eromheen om maar te voorkomen dat de enge man zou komen. Het was een geweldige week. Ik hoop dat de keten van de burgemeester van Brabant teruggevonden is en dat de politie zijn werk heeft gedaan wat ze hadden moeten doen. En iedereen heeft volgens mij ongelooflijk genoten en ik heb zin in deze laatste momenten. De berg in lopen en ook zij krijgen als laatste een hartelijk applaus.
We kunnen zien wat hier gebeurt op het toneel. Zomerspelen en kampvuur gaan hand in hand. Dus het eerste wat wij gaan doen is zo meteen zorgen dat we het iets warmer krijgen. De wolken misschien wat kunnen jagen. Behalve dat het voor Hubert zijn laatste jaar is als voorzitter, is het ook zijn laatste jaar als materiaalboer. En net als vanochtend of maandagmorgen is het zo dat hij het zomerspelen vuur aan mag steken in de fakkel. En hij heeft ook nog nooit dus iets met een kampvuur gedaan. Dus dit is zijn mogelijkheid om samen met opperstoker Stijn, die dat eigenlijk als eretaak heeft, als enige ook, om het kampvuur aan te steken. Maar bij deze mag Hubert het ook een keer doen. En het ziet er wel goed uit, nog een beetje ronde, denk ik. Ja, opperstoker kan je niet zomaar worden, blijkt wel. Dat vergt jaren aan ervaring. Richting de Ranja bekertjes met de speciale drankjes om straks ook echt, en ze moeten opschieten zo te zien. Ja, daar gaat hij al. Om zo snel als mogelijk. Ja, eigenlijk wel heel hard. Daar gaat hij. De vlag te gaan te verbranden. Maar hij hangt 5 naar 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Houdt de brandweer het allemaal nauwlettend in de gaten en misschien dat de agenten ook een oogje goed in hetzelfde kunnen houden. Maar wij gaan natuurlijk wel beginnen met de afsluiting van de zomerspelen. En wij zijn heel erg benieuwd wat er deze week allemaal gebeurd is bij de ruimtevaarders van Heiligenacht. Oeh, even springen. Ja, ja, want ze hebben allemaal goed gegeten. Dan gaan we klaarstarten van 3 naar 0. 3, 2, 1. Het is weer een mooie dag. La 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 la. Het is weer een mooie dag.